Dames en heren, jongens en meisjes, DVS TV-kijkers. Vanmiddag de eerste thuiswedstrijd van DVS 33 in de topklasse. En gelijk ook een behoorlijke pittige tegen Rijnsburgse Boys. Naast mij de trainer van DVS, Roeland ten Berge. Jullie kennen hem langzaam maar zeker wel. En ik wil aan Roeland vragen, de wedstrijd van verleden week, hoe is die verteerd bij de spelers en bij de trainer en bij de staf? Nou, moeizaam. Vooral de zondag. Dat was nog wel een zware zondag voor mij, vond ik. Toen ik de beelden allemaal terugzag, en dat heb ik ook een beetje gemerkt van spelers en van mensen vanuit de club. Ja, dat we toen wel het gevoel hadden van dat we echt daar te weinig hebben uitgehaald of te weinig hebben gekregen. Hoe kun je het noemen, hè? Want uiteindelijk maak je ook gewoon een zuiver doelpunt volgens mij met 0-3 en wordt die van de lijn gehaald met de hand. Dus ja, zijn we toch wel in heel veel dingen benadeeld en hebben we toch allemaal wel het gevoel dat we daar gewoon 3 punten hadden moeten halen. Je kreeg eigenlijk een beetje een lesje in, zo gaat het er misschien aan toe in de topklasse. Ze doen alles om de punten binnenboord te houden. Jawel, maar daar zijn scheidsrechters voor. Hè? Dus, en ik denk dat vorige week dat uiteindelijk de onsportiefste ploeg, zeg maar, om het zo te noemen, dat hij daar toch weer een voordeel uit heeft gehaald. Ja, en daar zijn scheidsrechters voor, dus dat moet niet weer gebeuren. Dus vanmiddag komt er een grandioze revanche. Ja, eigenlijk hebben we 2 punten te weinig, dus dan moeten we er vandaag wel 3 pakken, denk ik. Inderdaad. En dat tegen een niet geringe ploeg, Rijnsburgse Boys. Je weet er voldoende van? Ja, we hebben een duidelijke analyse. En ook woensdag is John ook nog geweest kijken weer bij de wedstrijd hier tegen Hoogland. Dus ja, je hebt voldoende informatie. Alleen ja, goed, het seizoen is nog hartstikke jong. Hè. Dus we zitten iedere keer maar te kijken van nou, wat kunnen we nou daadwerkelijk verwachten. En hoe staan we er nou al zelf? Hoe staan we erop? We hebben vorige week gezien dat we 1 helft heel aardig meegevoetbald hebben. En de tweede helft wat meer problemen hadden. Na aanleiding van deze tegenstander heb je toch nog even wat een andere bezetting. Met name in de verdedigingen. Ja, kijk, hun hebben gewoon 2 hele sterke, fysiek sterke spitsen. En dan denk ik dat is hun kracht. Dus ik denk ook in de fase waarin wij zitten, hè, dat we dus groeiende zijn als team. Dat we op een iets andere manier spelen. Dus we moeten ook zorgen dat we proberen om resultaat te halen door de organisatie goed neer te zetten. Nou, als hun kracht met die 2 spitsen zit, 2 hele fysiek sterke spitsen, dan moeten wij dat gewoon kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen oplossen. Dus en dat gaan we doen eigenlijk door eigenlijk met 3 mensen achterop te spelen. Ja, maar geen rechtsback? Nee, op papier hebben wij geen rechtsback staan vandaag. Maar die zal natuurlijk zo nu nog wel worden ingevuld als daar links buiten tekeer gaat. Ja, nou ja, kijk, dat is even de vraag. Kijk, hun linker middenvelder is niet iemand die heel veel diepgang heeft die gaat starten. Dus wij denken dat we dat dan op die manier gewoon vanuit onze middenvelder, vanuit Yassin Koert, dat we dat goed kunnen oplossen. Maar goed, het kan best zijn dat hun daar toch wel meer diepte gaan pakken. En het kan ook gewoon zijn dat wij in balbezit misschien wel heel aardig voetballen. En dan zullen we wel gewoon met 4 achterop gaan spelen. En dan zal Edmund wat meer op rechtsback uitkomen. Maar goed, dat is wel weer een voordeel dan van als wij de bal verliezen. Dan hebben we wel onze organisatie steeds goed staan. Is het wel zo dat de opbouw weer begint bij Pinarci of bij Okan? Hebben de beide spelers van positie gewisseld? Of blijft het wel gewoon zo voorlopig? Nou, kijk, het blijft wel zo. Kijk, alleen we proberen gewoon maar steeds oplossingen aan te dragen. Hè. Dus de eerste opbouw komt van achteruit. Alleen wij willen bouwen via het middenveld. Kijk, en dan zal er gewoon 1 middenveld vrijgespeeld moeten worden. Nou, en vorige week was dat Pinacci heel vaak. Omdat hun ook met de punten achter speelden. Dus kwam die vaak vrij. Vandaag staat daar een koppeltje op. Dus zowel op Heidi, denk ik. Alleen ik denk dat ook al wat meer ruimte gaat krijgen vandaag. Nou goed, en dan kan het ook gewoon zijn dat Heidi weg moet lopen om ook aan daarin vrij te krijgen. Dus, dat is het. Nou goed, dit zijn wat bespiegelingen voor de wedstrijd. Hoe het gaat aflopen, natuurlijk, dat weten we met z'n allen niet. We hopen er wel het beste van en wensen je namens DVS TV ontzettend veel geluk. En ik hoop niet dat we weer opnames moeten gebruiken om naar de KNVB mee te stappen. Nee, gaan we niet vanuit. Dankjewel. En de scheidsrechter fluit. Gelijk een lange bal. Van Nick Kuipers. En daar gelijk de bedoelingen van Rijnsburgse Boys duidelijk. Veel lichaamskracht. En als je Edmund Meijneer ondersteboven kegelt, dan heb je wel de nodige kracht. Maar ook Edmund Meijneer kan wel tegen een stootje. Dat weet iedereen hier bij DVS. Yes, Joran van Zanten. Ali Akla. Ook aan Soykan. Of sorry, Edmund Meijneer. Paas daar met Kai Velda. Komt die bal net niet bij Kai Velda aan. Daar kan die bal. Kan Ali Akla hem daarop pakken? Of Pinacci, ja. Ali Akla. Gaat 2 man voorbij. Ja, scheidsrechter.
Ook aan Zoykant kan de bal verplaatsen naar de andere kant. En dan kan Roald de Vries opstomen. En die heeft ruimte voor zich hoor. Kan daar het strafschopgebied in gaan. En die kan daar de bal geven. En dan pakt zit de keeper goed voor, die Richard van Nieuwkoop. Opnieuw een opnieuw gevaar van DVS. Goed mee opkomen van Roald de Vries. Bal in de richting van Joost Leonard. Kan doorkoppen op Ignacio. Daar zit Joran weer goed tussen. Edmund Meijner komt daar goed voor zijn man. Maar daar komt die bal toch voor Ignacio. En die gaat daar met zijn lichaam sterk door. Goed onderschept door Yasin. Maar die bal is nog niet weg. Edmund Meijner krijgt nu een beetje een klus. Ja, en dan komt DVS toch gelukkig goed uit. Pinashi daar onderuit gehaald door Ressam Sardar. Vrije trap voor DVS. Rijnsburgse Boys heeft een wisselspeler opgeroepen. De nummer 19, Cas Knoester. Scheidsrechter staat klaar. Scheidsrechter Ruperti. En als scheidsrechter Ruperti het net zo goed doet als in de eerste helft, dan komt het allemaal dik voor elkaar. Jeffrey Vlug gooit in op Van de Vijver. Komt die voorzet. Oh, en de goal! Daar een momentje van Paul Epping dat hij de bal niet kan pakken. En hij kan hem nu wel pakken. Oeh, gevaarlijk moment hoor. Gelukkig kan Ignacio daar niet scoren. Maar dit soort momenten moeten niet vaker voorkomen. Komt die vrije trap. In de richting daar. Kan weggewerkt worden door Roald de Vries. Maar Vlug kan oppakken. Ziet er aan de zijkant. Leonard legt hem daar klaar. Maar er zit een verdediger van DVS tussen. Kai Velda, goede bal op Roald de Vries. Er ligt wat ruimte hier. En dan kan Ali Akla, geen buitenspel, kan oog in oog komen met de keeper. En wat gaat hij doen? En hij schiet hem erin! Fantastisch, mensen! Ali Akla zet DVS op een 1-0 voorsprong. Fantastisch mensen, de eerste thuiswedstrijd en voorkomen tegen Rijnsburgse Boys. Aangeven van Roald de Vries. Kan Ali Akla scoren. 1-0 DVS. En daar komt weer een paas op Ali Akla, nu van Kai Velda, heel goed. Hij draait wat met de bal, glipt daar weer langs. Van de Vijver probeert van alles en nog wat. Wat gaat hij doen? De scheidsrechter. Wat gaat hij doen? Een gele kaart geeft hij aan. Hij geeft een gele kaart aan de Van de Vijver. De aanvoerder. Was een overtreding. Volgens mij binnen het strafschopgebied. Ruperti. Of heeft hij het toch goed gezien? Ruperti heeft het goed gezien. Zegt mijn mede-commentator André. Maar toch krijgt DVS op een aardige plek. Misschien wel een kans op 2-0. Wie weet. Dat zou de sensatie natuurlijk helemaal compleet maken hier in Ermelo. Roland ten Berge, de rust zelf. Zit gewoon te kijken hoe zijn mensen in de verdediging staan. Terwijl hij helemaal niet kijkt naar hoe de vrije trap genomen wordt. Dat is dan toch wel een analyserende trainer. Komt die bal daar? Ja, nee. Oh, volkomen mislukt eigenlijk deze vrije trap. En inderdaad, een overtreding van Kai Velda. Ja. Ook aan Soiken mag door. Heeft ruimte voor zich. Kan hij die voorzet gaan geven? Gaat de 16 in. Achterin het Ali Akla. Heeft tijd genoeg. Hij kan afdrukken. Oeh, een beetje een mislukt schot. Maar wel weer ruimte voor goede aanval van DVS. Sardar gaat de bal in de 16 spelen. Vlug die loert daar achter die bal. Kan de bal oppikken. Komt die bal. En daar kopt Ignacio volgens mij. Maar dat is een prooi voor onze keeper Paul Epping. Inmiddels spelen we Basiel. Richting Christian van der Kanden. Hij heeft daar goed zijn lichaam gebruikt. En die paas komt daar bij Ali.
Kan hij hem binnenhouden? Ja, hij kan hem binnenhouden. Gaat hij zijn man opzoeken? Die Danny van der Vijver op die net ook voorbij is gegaan. Daar gaat hij weer. Gaat naar binnen. En daar schopt hij hem weer naar binnen. Scheidsrechter, wat ga je doen? Scheidsrechter geeft gewoon een cornerbal. In de ogen van de scheidsrechter. Bal gespeeld. ...16 minuten gespeeld. Corner, ook kans hoor ik aan. Komt hij. En daar komt die bal. Christian van den Kamp kan hem net niet inkoppen daar. Keeper goed gereageerd bij de tweede paal. Spel zelf weer hervat. En daar kan die Ignacio er tussen komen. En dan komt die voorzet. En dat gaat gelukkig aan Jeffrey Vlug voorbij. Kan hij die bal hier binnen houden? Ja hoor. Hij kan hem spelen op Danny van der Vijver. Een wedstrijd nu los. Selen. Selen. Goed zijn lichaam gebruikt daar van Ali Akla. Scheidsrechter zegt niets aan de hand. Danny van der Vijver kan spelen op Jeffrey Vlug combineren. Oh, daar zit Edmund Meijning goed tussen. En DVS houdt er een ingooi aan over. DVS moet achterin toch wel gaan opletten. Want Rijnsburgse Boys heeft de drukte nu volledig op. De nieuwe man Marvin Wijnks neemt deze corner. Corner en dan zit Paul Epping. En daar kan hij via het hoofd van volgens mij Christian van den Kamp de bal in de handen pakken. Weer een gevaarlijk moment van Rijnsburgse Boys. Vrije trap genomen door René Troost. Tillema, die brengt de bal richting de nummer 3. Die meegegaan is Jeroen Hessing. Van Eeuwijk kan oppakken. De nummer 8. Jeffrey Vlug, verdedigd door Kai Velda. Inmiddels balbezet voor Ali Akla. Weer een fantastische beweging. Ziet daar Marissa van den Kamp en die krijgt daar de bal terug. Die Ali Akla kan de 16 meter ingaan. Gaat hij daar de keeper voorbij en hij kan de 2-0 maken, mensen. Fantastisch, fantastisch wat hier gebeurt. Ali Akla op aangeven van Christian van den Kamp. Geen buitenspel. DVS op een fantastische 2-0 voorsprong op de opponent. Rijnsburgse Boys. Van de Vijver. Van de Vijver. Basiel Camara, goed verdedigend werk daar. En Kai Velda kan oppakken. Er is nu ruimte bij Okan. En die geeft de bal hier aan Jordi Grovenstein. En die staat geen buitenspel. Die kan één. Hij kan om het oog van de komende keeper. En hij schiet hem erin. Mensen, we komen op een fantastische 3-0 voorsprong. Jordi Grovenstein. Ingevallen in deze wedstrijd. Dit is niet te geloven, mensen. DVS 33 komt op een 3-0 voorsprong. Tegen Rijnsburgse Boys. Fantastisch. Een wissel, een publiekswissel, dames en heren. Ali Akla mag naar de kant. Hij wordt vervangen door David van de groep. Fantastische wedstrijd gespeeld. Echt. Ontzettend goed gedaan. Daar gaat Kai nog eens een keer vandoor. Daar wordt een rode kaart uitgedeeld aan Tillema. Een rode kaart in de slotminuten van deze wedstrijd voor Tillema. Ik heb even niet gezien wat er gebeurde, maar een rode kaart gegeven aan Joël Tillema.
Jordi Grovenstein. Kan daar niet combineren met Kai Velda. En de scheidsrechter blaast af. Uitslag. Wedstrijd DVS 33 tegen Rijnsburgse Boys 3-0. Na een ruststand van 0-0 kwamen er 3 doelpunten van DVS in de tweede helft in de 50. Ik sta hier naast twee spelers, Edmund Mijnheer en Ali Akla, die van betekenis zijn geweest vanmiddag. Maar eigenlijk was de hele ploeg natuurlijk van een ongelofelijke betekenis, Edmund. Ja, absoluut. De juiste woorden werd je gebruikt, want ik denk dat iedereen gewoon een dikke pluim verdient. En ja, de taken goed uitgevoerd zijn. En zodoende dat we gewoon Rijnburgse Boys overheersen. Ja. De tactiek heeft geholpen, hè? Terwijl Heiko Epe verleden week echt een fantastische wedstrijd speelde op als rechtervleugelverdediger. Toch gekozen voor Basiel erbij. En jullie hebben de Rijnsburgse voorwaarts eigenlijk geen schijn van kans gegeven. Nee, dus de mensen van de technische staf hebben goed werk afgeleverd. Het werk goed gedaan. En jullie hadden ook nog het geluk dat de ene Ali Akla vanmiddag toevallig er ook wel weer behoorlijk wat zin in had. Dat had hij verleden week ook met 2 doepen. Maar vanmiddag, wat je vanmiddag allemaal presteerde, grenst aan het ongelofelijke, Ali. Ja, ik heb natuurlijk elke wedstrijd zin in, maar nu speel je thuis tegen Rijnsburgse Boys. Je weet, ze hebben vorige week 3-0 Spakenburg klop gegeven. Dan raak je ook gemotiveerd en dan wil je nog graag er winnen. Weet je. En ook als je kijkt naar vorige week dat we het onrecht tegelijk hebben gespeeld. Ook, en dan, dan weet je gewoon, nu volle bak tegenaan dan voor die 3 punten gaan. Ja, de promovendi doen het goed, want RVVH wint vandaag ook weer. En staat al op 6 punten, jullie op 4 punten. Waar gaat het allemaal naartoe? DVS is topklasse waardig, Ali. Nou ja, ik vind 2 wedstrijden is nog een beetje te vroeg om zulke conclusies te trekken. Maar natuurlijk, we kijken van wedstrijd tot wedstrijd. En ik vind zelf ook dat wij echt topklasse waardig team hebben. Maar van wedstrijd tot wedstrijd bekijken, dan zien we wel waar we stranden. Ali, nog even 1 ding. Want verleden jaar speelde je echt heel duidelijk vanaf de rechterkant. Hè? Maar Maurice is er niet bij. Nu spelen jullie een soort 4-4-2. Hè? Bekende ruit op het middenveld. Jij hebt een beetje een vrije rol. Hè? Want je staat niet... Bevalt hier? Ja, absoluut. Met 2 spitsen krijg je ook ruimte achter de verdediging. Als wij die bal onderscheppen, dan heb ik meer ruimte om diepte te zoeken. En dan... Dat zie je ook bij die 2 goals die ik maak. Puur in de diepte. En dan, gelukkig gaat het vandaag wel goed. Hopelijk volgende week weer. Okay. Die samenwerking tussen jullie, hè? Basiel, Joran en je lossen alles zo prachtig op met elkaar. Ja, dat klopt. Dat heb je goed gezien. Een terechte opmerking. Dus, maar wat hebben wij weggegeven als centraal achterin? Ik denk helemaal niks. Jammer dat Paul even dat momentje de bal losliet. Maar hun hebben misschien een mogelijkheid gehad uit een vrije bal. Maar voor de rest, ze hebben er geen 1 keer op goal geschoten. Precies. En dat is echt jullie verdienste. En onder andere ook de verdienste van Roald de Vries. Die wilde ik ook eigenlijk hier voor de microfoon. Hij had er nog even niet heel veel zin in. Maar die speelde ook wel een wereldpot, hoor, daar aan de linkerkant. Ja, ik denk dat vandaag eigenlijk een uitzondering kun je niet maken. Dus tegen iedereen, de 11 en wat op de bank en het hele gebeuren eromheen. Iedereen gewoon fantastisch werk afgeleverd. En de terechte overwinning naar binnen gesleept. Jullie hebben vanmiddag echt als een team... De 3 punten enorm verdiend, Ali. Ja, absoluut. Ik denk dat ook onze kracht is. We spelen ook als team. Dat zag je vorige week ook. Alleen na het opstootje natuurlijk, dan gaan er ook andere dingen meespelen. Dat hebben we vorige week niet goed opgepakt. En deze week bleven we goed als team opereren. En dat ging goed. En jullie worden tactisch denk ik ook redelijk bijgeschoold. Geschoold ook door Roland ten Berg, heb ik het idee. Ja, hij legt alles perfect uit en dat laat hij weer terug. Zijn visie is gewoon voetballen. Dat begint maandags zijn idee en dat breidt zich uit naar de zaterdag. En dan, als dit er dan zo uitkomt, ja compliment. We gaan hopelijk met jullie nog fantastische momenten meemaken. Gefeliciteerd met deze overwinning. DVS 33 hebben jullie echt volledig op de kaart gezet in de topklasse. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Geweldig. Edmund Mijnheer, gefeliciteerd. Historisch. Geweldig. DVS TV-kijkers, jongens en meisjes, dames en heren. Naast mij de 2 trainers. Links van mij, rechts van u, Niek Oosterleed, de trainer van Rijnsburgse Boys. Welkom. Dank u wel. Okay, en rechts van mij, Roland ten Berge, de succesvolle coach van DVS 33. Ermelo, mag ik wel zeggen. Nu al, dank je wel. Ja,
Okay. Niek, om allereerst met jou te beginnen, want jullie zijn natuurlijk hier gekomen. Je bent gekomen met een plan. Kende je DVS? Wist je hoe DVS speelde? Ja, we hebben DVS vorige week gezien tegen Excelsior Maassluis. Dus we wisten hoe ze zouden spelen. En nou ja, dat is wel uitgekomen vandaag. En jullie kenden Rijnsburgse Boys denk ik ook van diverse analyses. En daar heb je toch een kleine aanpassing op gedaan, Roeland. Nou ja, op de defensie met name ten opzichte van verleden week. Ja, in die zin dat, dat we met twee spitsen spelen. En dat wij dus daarvoor gekozen hebben om met drie man achterop te gaan spelen. Precies. En dat heeft op een of andere manier goed gewerkt. De eerste helft, wat vond je daarvan in speltechnisch, speltactisch oogpunt? Nou ja, kijk, ik denk op de allereerste plaats denk ik dat DVS 33 terecht heeft gewonnen vandaag. Mooie overwinning, goede overwinning. We hadden van tevoren ook tegen de jongens gezegd van Rijnsburgse Boys van joh, het is een eerste thuiswedstrijd in de topklasse. Nou ja, wij hadden natuurlijk woensdagavond hadden wij gespeeld. We waren laat thuis in de nacht. Hebben donderdag weinig kunnen doen, alleen een beetje uitlopen. Ja, en dan zie je in de eerste helft zie je een hoop strijd en passie bij DVS 33. We verloren ieder duel overal op het veld. Iedere tweede bal was voor DVS. We konden moeilijk balbezit houden. Dan roep je het een beetje over je af. Ik kreeg een paar speldenprikjes. DVS 33 kreeg niet echt grote kansen, maar wel dat je dacht van ze zijn aan het prikken, om het zo maar te zeggen. En wij creëerden helemaal niets. En dat is voor ons doen zwaar onder de maat. Normalitair creëren wij wel kansen in een wedstrijd. En kijk, als je zelf niets creëert, dan kan je ook nergens aanspraak op maken. En de tweede helft. Als ik dan toch door mag gaan met mijn, dat mag je zeker. Ja, met mijn analyse. We hebben dat vorige week ook gezien tegen Excelsior Maassluis. We waren ook door onze analist erop geattendeerd. Dat DVS zoekt de ruimte achter je verdediging. We hebben een aantal snelle mensen voorop. En we worden kindelijk en eenvoudig. Worden wij in de omschakeling bij de 1-0. Worden wij gewoon geslacht. Doordat we het achterop niet voor elkaar hebben. En eigenlijk zijn alle drie de goals die DVS 33 maakt, zijn eigenlijk identiek aan elkaar. Wij hebben balbezit, verliezen bal en die bal ligt achter onze verdediging. En ze lopen zo in een eentje naar onze keeper toe. En daarin staan wij gewoon niet goed en daarin zijn wij gewoon niet scherp genoeg. En dat mag eigenlijk niet gebeuren. En daarbij komt ook, dat zal DVS 33 dit seizoen ook ervaren. In de topklasse kan je niet met 80% of 90% je tegenstander tegemoet treden, want dan verlies je. En je zal altijd 100% moeten geven. Altijd, iedere wedstrijd weer. En doe je dat niet, dan krijg je een zeper, dan krijg je een ketser. En die hebben wij vandaag gehad. En provisie had voor DVS 33. Hele mooie woorden, Niek. Ja. Oké. Okay. Roeland, de tweede helft, had ik het idee dat met name in het begin Rijnsburgse Boys toch aanzetten. Zo van, wat is ons nou gebeurd in de eerste helft? We laten ons zomaar opzij zetten. DVS combinerend redelijk zich staand houdend. Maar ja, wat gebeurde er allemaal in die tweede helft? Nou, ik denk niet zoveel hoor. Kijk, als je kijkt naar de eerste helft, denk ik dat we gewoon goed hadden staan. We hebben ook de nadruk gelegd op de verdedigende organisatie. Van de week even getraind, op donderdag even laten zien. En dan ook kijken van waar kun je je voordeel halen. En ik vond ook dat we de eerste helft toch een aantal keer goed combineren. Door snel één keer te raken rondom hun eigen 16. En daar wat mogelijkheden hebben gecreëerd. Uiteindelijk is het ook zo van we hebben niks weggegeven de eerste helft. Dat was goed. De tweede helft komen we dan 1-0 voor. En dan weten we ook wel dat hun wat meer gaan komen. En vorige week hebben we gewoon de fout gemaakt. Dat we eigenlijk gewoon voetballen niet meer onder de druk uitkwamen. En dan ga je achteruit leunen. Ja, en dat is ons eigenlijk fataal geworden vorige week. En nu weten we ook met Rijnsburg dat die gewoon heel gevaarlijk zijn in de 16 ook. Dus we moesten wel vooruit blijven drukken. En
Ja, uiteindelijk vind ik ook dat je een paar keer gewoon goed die bal vrij maakt. Hè. We hebben een paar keer goed dus die goals die wij krijgen. Vanuit het compact verdedigen. Ja, maar we spelen ook weer de juiste man vrij. De loopacties zijn goed. En dan maak je gewoon een aantal mooie goals. En dan blijf je in ieder geval overeind. Dat is wel het verdienste ten opzichte van vorige week. Want toen liepen we gewoon te veel naar achteren. Ja, dat is geweldig. Jij hebt je spelers toch wel iets kwalijk genomen. Want je had het over 80-90%. Is dat dan toch dat kleine stukje onderschatting? Of ja, je hebt het er natuurlijk wel over van tevoren. Maar het is toch verkeerd uitgepakt. Ja, laat ik vooropstellen, ik neem mijn spelers helemaal niks kwalijk. En kijk, spelers zijn ook mensen. En we hebben, wat ik er net al aangaf, je gaat altijd naar redenen zoeken. Dat doe je altijd als trainer. En we zijn vandaag op een stukje passie, op een stukje strijd zijn wij afgetroefd. En ik vind dat is iets wat je eigenlijk altijd in je voetbaltas moet meenemen als je me 's morgens inpakt op zaterdagmorgen. En zeker in de topklasse, je doet het niet even. Hè? DVS 33 heeft gewoon goede spelers, heeft gewoon ook kunnen het goed organiseren op het veld. En dan is het vrij, normaal vind ik dat je als ploeg daar ook volop ingaat. En misschien dat die woensdagavond ons opgebroken heeft, dat weet ik niet. Het later terugkomen, we gaan het bekijken, maar een beetje kijken hoe die drie goals vallen. Dat DVS 33 zo van de middenlijn alleen op onze keeper kan aflopen. Drie keer. Ja, bijna drie identieke gevallen. Ja, dan denk ik van, dan hebben we het niet goed staan. Dan doe je met elkaar toch even iets niet goeds. En maar we hebben zoveel ervaring in de ploeg. Dan denk ik van, ja jongens, dan gaan we van de week toch nog eens even naar de beelden goed kijken. Kijk, ik zit helemaal aan de andere kant. Ik had soms zelfs het idee dat het gewoon buitenspel was. Zo makkelijk konden ze doorlopen. Maar mensen op de tribune die zeiden dat alleen de laatste goal van jullie een beetje discutabel was. Maar dat de tweede zeker geen buitenspel was. En maar dat idee had ik omdat ik er natuurlijk ver vanaf zat. Ik denk, ja, ze lopen wel heel makkelijk door. Dus, maar goed, terecht gewonnen. Oké, dankjewel. En jij, heel trots op je ploeg. Ja, absoluut. Dit moest een mooie dag worden natuurlijk, die eerste thuiswedstrijd. En alleen met strijd zouden we het ook niet redden. En ik vond dat we bij Vlaag gewoon hartstikke goed gevoetbald hebben. Dus dan heb ik gewoon genoten van de ploeg en de ploeg zelf ook. Hè. Want de vreugde is enorm. En ik vond dat we vorige week ook echt te weinig hebben gehad. Echt jammer. Maar we maken het vandaag meer dan goed. En dan moet ik je mee complimenteren en ook feliciteren. Volgende week spelen jullie tegen? GVVV. Heel veel succes verder in deze competitie. Ja. We komen elkaar ongetwijfeld tegen in Rijnsburg. Ja, dan spelen we op gras. Dat vinden wij toch wel wat fijner. En nog één tip voor DVS 33. In de topklasse hebben ze heel vaak ballenjongens langs het veld staan. Dat komt de snelheid van het spel wel te goede. Want we waren nu vaak toch het balletje, maar goed. Verder hebben we het hier redelijk voor elkaar, hè? Ja, zeker weten. Ja, dankjewel. Oké, succes. Oké, bedankt.